Goedemiddag dames en heren, welkom op onze pitch. Wij zijn Daniel en Niels, we zijn eigenaar en bedenkers van Why Donate. Maar voordat we gaan beginnen en gaan uitleggen wat het product doet en wie we eigenlijk zijn, gaan we eerst een klein onderzoek doen. Ja, we gaan even een kort onderzoek doen. Als je een van de volgende dingen wel eens hebt meegemaakt, wil ik graag dat je even je hand omhoog steekt. Hand omhoog als je wel eens aangesproken bent op straat om je in te schrijven voor een goed doel. Kijk, die zijn er. Hand omhoog als je wel eens bent gebeld met dezelfde vraag. Hand omhoog als je wel eens een collectant aan de deur hebt gehad. En hand omhoog als je wel eens post van goede doelen hebt ontvangen met het verzoek om donateur te worden. De computer gaat nu even rekenen. 100% score. Kijk, hartstikke fijn om te zien dat jullie dit ook allemaal een keertje hebben meegemaakt en dat jullie ook dit herkennen. Helaas, deze manieren van fondsenwerving worden niet altijd als even prettig ervaren. Het is daarnaast ook nog eens een hele dure manier van fondsenwerving en wij vinden het niet meer van deze tijd. En daarom hebben wij de eerste donatie-app Why Donate gelanceerd. Het idee is ontstaan nadat ik op straat werd aangesproken door een straatwerver. Ik had haast, wilt u doneren, structureel, een formulier invullen, vond het verhaal goed, vond het een heel mooi goede doel, maar ik wilde ter plekke een eenmalige donatie doen. Die mogelijkheid werd mij niet geboden. Ik irriteerde me, ik ging naar huis, ik wist niet meer welk goed doel het was. Toen belde ik dus mijn zwager Niels op. Ja, het grappige aan dit verhaal is namelijk, die dag werd hij aangesproken door een ex-collega van mij. Ik heb 7 jaar namelijk ook zelf op straat gestaan en een hele hoop mensen lid gemaakt van een hele hoop verschillende goede doelen. En wat ik altijd merkte, 80% van de mensen die is best wel welwillend om te geven, maar niet structureel. Die willen eenmalig geven. Nou, zo zijn wij op het idee gekomen om een platform te creëren waarmee je altijd kunt doneren. Of het nou gaat om de straatwerver die je tegenkomt, een collectant aan de deur. Je moet altijd direct met je telefoon een gift kunnen doen. Het mooie is, dat kan met Why Donate. Je hoeft niet in te loggen, je hebt geen bankapparaten nodig. Het is echt een one-click payment. Nou, de app is inmiddels 4 maanden live. We zijn 1 oktober 2013 hebben we gelanceerd. In die tijd is de app 2000 keer gedownload. 115 goede doelen hebben we inmiddels het contract getekend. De eerste investering hebben we helemaal met ons eigen geld gedaan. We hebben op de voorpagina van de Telegraaf hebben we gestaan met de actie van Giro 555. We hebben in 1 dag een hele hoop geld opgehaald. En we willen natuurlijk meer. Maar als je kijkt naar de markt, 8 miljoen smartphone gebruikers. In 2012 ongeveer 1,2 miljard euro aan donaties. Denken wij dat we met onze app een heel groot verschil kunnen maken. Onze doelstelling is om binnen 5 jaar 12,5% van deze markt via onze app te laten gaan. Ik krijg nog extra tijd omdat we... 8 seconden, oké. Okay. En wat we dan willen doen is 33.000 euro ophalen om een aantal nieuwe features toe te voegen. En dat willen we graag met crowdfunding doen. En wat wij dan willen geven is 5% rendement op de initiële investering, een bonus op basis een aantal downloads. Zo'n ons succes, ook jullie succes.